De betrouwbaarheid van Ronnie Tamsiran is een eigenschap die vele jonge politici kunnen overnemen. Dit zegt Paul Somoharjo, voorzitter van Percaya Lahur, in reactie op het overlijden van de PL-topper. Tamsiran, die zich in zijn actieve periode heeft ingezet voor de belangen van het district Kommewijnen, is gisteravond overleden. Is dit iemand die kiepelt van hem is kringtak zelf tegen mij? Ja, als het goed is, dan zegt hij het gewoon, voor dat is niet goed of dit is niet goed. Ja, we zijn, wat dat betreft, waardeer ik het. En ja, nogmaals, voor de jongeren kan ik veel, veel leren van hem. Van dat hij 20 jaar onafgebroken, vanaf 1997 tot en met 2015, ja, lid is van het parlement. Getuige van zijn inzet, getuige van zijn... betrouwbaarheid en volk geen vertrouwen in hem. Ronnie Tamsiran heeft 20 jaar in zijn krachten gegeven als PL-parlementariër. Hierna heeft hij een stap terug gedaan, zodat de jongeren in de partij politieke ervaring konden opdoen. Tamsiran heeft zich ingezet voor behoud en groei van de partij, gebruikmakend van zijn lijfspreuk Trangabribi. Elke meeting zei hij, Trangabribi is sterk geloof in de partij, in de Almachtige. Hij is een van de bijzondere personen, want zonder hem zou ik zeggen van dat de partij, weet in de jaren 90 was de partij gekocht, toen heette de partij Perna Walima. En men had hem voor op een blanco formulier laten tekenen, maar dat bleek dat het ingevuld werd. Aftreden van hem, bedanken van de partij, maar dat is niet waar. En toen hebben we direct hersteld, hij en Johari heeft dat mee, is misleid, dus hij heeft op branco getekend. Ja, maar ja, dus ik zou zeggen van, aan de Tamsiran zijn we bijzonder erg om het behoud van de partij.